dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video vandaag. Ik heb het volgende meegekregen. Er is dus een tv-programma en dat ging over kinderen met overgewicht. En ze hebben bankzitters gebruikt als wij heel slecht zijn. Dat wij dat stimuleren. Nou, als wij iets niet stimuleren, is het overgewicht. Vandaar dat ik altijd een grap maak over dikke Vito. Nou goed. In ieder geval, ik dacht, weet je, ik moet hier even naar kijken. Ik heb het oprecht nog niet gezien en ik ben echt fucking benieuwd wat ze allemaal gaan zeggen. Ik heb wat een en ander gehoord, maar ik heb het oprecht nog niet gezien. Dus laten we maar gaan kijken. Ik ben er klaar voor. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Dit is van de Caro en ze. Dus dat zal weer betekenen dat ik geen cent verdien op deze video. Maar dat maakt mij niet uit. Abonneer op mijn kanaal, alsjeblieft. Want ik verdien geen cent met deze video. Aangezien ik geen enkele cent verdien met deze video, heb ik wat leuks. Zoals jullie weten, no excuse energy. Zo lekker. Een energiepoeder wat je mengt met water. Zo. En dan drink je het, krijg je concentratie, kan je beter focussen. Ideaal. Test gamen van bijvoorbeeld Weekend League, maar ook test leren van je toetsen. Ook zit het vol met vitamines. Nou, dat wil je. Je wil dat, je wil dat. En ik heb fantastisch nieuws. Op het moment dat je nu zo'n tube bestelt, dan krijg je 20% korting met de code Merry Chrysler. Ken je dat filmpje? Nee? Oké, ik vond het een leuk kortingscode. Merry Chrysler. Denk je van, oh, ik wil het wel, maar ik wil het eigenlijk even proberen. Dan heb ik ook goed nieuws. De Recruit Pack is er ook. Dan krijg je 2 van deze van de Red Fruit Flavor en 2 van de Tropical Flavor. En een shake beker die ik hier nu niet heb. Voor €12,95 gratis verzending. Dat wil je, dat wil je, dat wil je. 20% korting op deze met de code Merry Chrysler. En 4 van deze. En een shake beker voor €12,95 gratis verzending. Mensen, koop het. Ideaal cadeau voor kerst. Echt, dat wil je. Let's take a fucking look. Dat is de jongen met overgewicht. 400.000 kinderen in Nederland zijn te zwaar. Is lekker? Is lekker? Ja, die kinderen die Mekkie deze zijn zo. Okay. Slimme marketeers verleiden kinderen om te. Hey, dat zijn wij! Dat zijn wij! Dit. Hey. Dit is een video dat we alles van de Mac gingen bestellen. Hoe kan je nou fastfood aan de man brengen voor kinderen? Die video is niet gesponsord. Jawel. Die video is volgens mij wel gesponsord door Raid Shadow Legends, maar niet door Mac. Hoezo aan de markt brengen voor kinderen? Het is helemaal geen marketing, want wij doen dat niet. We hebben trouwens wel een andere gesponsord video voor Mac, maar dat was niet die video. Dat is dat we in die bus zitten. Ligt alle verantwoordelijkheid bij de ouders? Ja. Ik zeg altijd nee tegen je. Hij weet niet. Beter. Of is de verleiding te groot? Geef maar te nu. Vind je dit schadelijk? Ik denk het wel, ja. Ik wens liever niet per telefoon antwoord hierop te geven. Hoe vrij zijn we nu eigenlijk als we overal continu verleid worden om dingen te kopen? Nou, wat een mega spannende intro. Het wordt trouwens volgens mij gepresenteerd door de oprichter van Tony Chocoloni. Hoi, ik ben Nidden. En we zijn nu aan het rijden. We rijden gewoon niet. Met een zieke vlog dit. Een aardige vlog. Ik was er net naar de kapper geweest en ja. En wanneer maakt ze het af? Een paar maanden geleden ontvingen we een bericht van de oma van Hidde. De oma van Hidde, oké. Beste Teun, mijn kleinzoon van 8 heeft overgewicht. Oh. Ik schrijf jullie omdat de moeder van Hidde een hele nare ervaring had op een strandterras. Oh. Een oudere man overhandigde mijn dochter een servet waarop een tekst was geschreven. We hebben u en uw zoontje de afgelopen 1,5 uur met verbijstering zitten te bekijken. Hoe kunt hem in deze relatief korte tijd 3 flesjes frisdrank geven, beginnend met Fanta, duidelijk zoete drankjes. Dat hij ook nog een sandwich met suikerhoudende ketchup krijgt en ook nog eens een ijsje. Natuurlijk moet dit arme mannetje door het leven gaan zoals hij er nu uitziet. Dat is toch niet eerlijk? Neem dit ter harte. Het is echt goed bedoeld. Bedoeld met een T. Met een D. Domme opa. Ik voelde me gewoon fysiek geraakt. En wat er precies met mij gebeurde. Alsof ik het niet goed doe als moeder. Oh. Ik wil dat mensen weten die zo'n oordeel durven te geven over mij en mijn zoon. En vooral over mijn zoon. Dat ze moeten weten dat hij hier niks aan kan doen. Maar dit boeit mij niet. Dit is hartstikke zielig. Maar ik wil de bankje dus zien. Zullen we even wat gaan drinken? En eten. Zullen we even wat gaan drinken? En eten! Ja, ik vind het wel een mooi weetje die eten, maar goed. Online worden kinderen door influencers bestookt met filmpjes over snoep en junkfood. Yes, bedankt! Uit dit medisch traject blijkt dat Hidde een chromosoomafwijking heeft. Het is nog onduidelijk wat voor invloed dit heeft op zijn overgewicht. Maar hij heeft waarschijnlijk een chromosoomafwijking. Wat is dan in de hemelsnaam de schuld van de marketing? Ik ben Teun. Ik ben Hidde. Ik ben Teun. Chocoladereep. Kan je een beetje midget golfen? Ja. Ja? Hey, ik doe een SO naar Hidde, man. Ik wil Hidde een bankje in de video. Hoop. Ik ga gewoon midget golfen. Ja. Veel zin in eten, of ook niet? Ja. Maar hij heeft gewoon altijd zin in eten. Toch? Wanneer gebeurt dat dan? Oh. Bijvoorbeeld als ik de bankzitters ga kijken.
Hidde, waarom moet je ons nou zo voor de bus gooien? Even serieus. Wat hebben wij er nou mee te maken? We hebben hier niks mee te maken. Dit is echt onzin. De bankzitters? Ja. Waarom kent hij ons niet? Waarom kent hij ons niet? Dat is nog erger. What the fuck? Dat zijn YouTubers en hadden ze een video, gingen ze alles van een McDonald's bestellen. Kan je me dat even laten zien? Dus ze gaan nu in Mitchell Golf Park Noordwijk gaan ze de bankzitter video kijken dat ze alles van een Mac gaan bestellen. Hopelijk laten ze niet een stukje zien dat ik los ga op Vito. Verschrikkelijke trek. Wat heb jij een lekkere... Ook youtube.com/debankzitter staat er. Bron youtube.com/debankzitter. Ik kan me niet voorstellen dat het klopt. Zeg, dit is het gewoon niet. Wat is dit voor onderzoek? Wat een chappies, joh. Nou goed. Nou, lekker jongens. Gezellig ook. Ik had mee moeten kouwen. Dat is. Maar wacht even, dus wat gebeurt er nou met jou als je dit ziet? Heb ik honger in McDonald's. Hè? Deze... Ja, dit... Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen hierop. Wij doen gewoon iets en omdat iemand anders dan trek krijgt, doen wij iets fout. Is het nou door de jongens of is het gewoon eigenlijk als je gewoon die gele M hier ziet? Dan heb ik honger. Ja? Die gele M maakt bij jou meteen. Ah, dus daar hebben we niks mee te maken. Bedankt voor het kijken deze video. Hoop je het leuk vond. De groeten. Geintje. Hey, wat goed. Hey. Hidde kijkt dus graag naar dit soort filmpjes. Ik wil dat jullie doorheten. En daarin is hij geen uitzondering. Deze heeft heel veel bekeken, deze video 2 miljoen keer. Influencers die snoep of hamburgers aanprijzen door grappige spelletjes te spelen. Oh my god, lekker frietje en een drankje. Ik ben verbaasd dat dit soort filmpjes mogen. Ah, die flikker op man, zo noem je erop gek. Want de voedingsindustrie heeft gezamenlijk afgesproken geen reclame te maken voor junkfood en snoep gericht op kinderen onder de 13 jaar. Bro, wij maken helemaal geen video's voor onder de 13 jaar. Dat is helemaal niet zo. Dat één man van 8 die bang video's kijkt, die bereidt onze grappen niet eens. Die kijkt waarschijnlijk alleen de eetvideo's omdat hij zin heeft in eten. En niet omdat hij de video's leuk vindt. Plus, we maken geen reclame. We zeggen alleen maar dat we helemaal vol zitten en zo. Ik ben benieuwd of de bankzitters dit soort filmpjes voor de lol maken. Of dat de YouTubers betaald worden door de fastfoodketen. Al snel wordt het mij duidelijk. Kijk. Je denkt dat van eerst, nou die bankzitters vinden het gewoon leuk om zomaar McDonald's te eten. Ja, dat is het ook. Maar je ziet hier nu, dit is een influencercampagne van McDonald's. Ja, maar dat is niet die video. Dat is een hele andere video. Daar gaan we langs elke McDrive. Die campagne, daar wordt hier dan ook nogal gezegd. Die heeft heel veel succes, want ruim 1,1 miljoen views met 2 video's. Ze zijn er heel erg trots op. 2 video's. Passen de video perfect bij de doelgroep. Gen Z, oftewel generatie Z, is geboren tussen 2000 en 2015. Dan hebben we het dus over kinderen van 6, 7 jaar. En daar richten dus die bankzitters, betaald door McDonald's... Nou, wat hoor ik hier? 6, 7 jaar, daar richten we ons helemaal niet op. Zo noem je het erop. Dan kun je zelf zeggen, we richten op onze 20, 21-jarigen. En we werden niet betaald door McDonald's voor die video. Steun van de keuken, wat een k*tonderzoek. Maar het is gewoon keiharde... marketing gericht op kinderen. Nee! Het is niet gesponsord. We zijn welkom in de klas van Hidde. Samen met zijn klasgenoten gaan we een klein experiment doen. Eerst laten we ze verschillende YouTube-filmpjes zien. Parkeerplaats van McDonald's. Het spel heet Ontsnapte McDonald's. Hey Jamila, nou best wel veel mensen en dan gaan we zo bang zitten. Ik denk dat niemand ons kent. Dan pak ik wel Big Tasty. Niemand! Niemand! Nee, niemand! Omdat niemand van hun kijkt naar de bankzitters. Dat het reclame is of gewoon gein? Gewoon gein, ja? Ja, gewoon gein! Zij snappen het wel, Teun! En jij niet! Hebben jullie daardoor ook nu heel erg honger gekregen, ja, of niet? Echt hamburgers nu. Dat is raar. De hersenen werken zo. Je ziet iets wat je op zich wel lekker vindt en dan wil je het. What the fuck? Wat ziek. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Wat een meme. Ik vind het echt een mooie pick. Jammer dat hij de bankzit verlinkt. Maar voor de rest echt een mooie pick. Hey, Hidde, Esso naar jou, man. Als het goed is als jullie dit zien, de bankzit is merch uit. Hidde, stuur me even een berichtje. Dan stuur ik jou een dikke kersttrui, man. Wat voor invloed zijn chromosoomafwijking heeft op zijn hongergevoel? Hier wordt nu verder genetisch onderzocht. Nou, voor de rest boeit dit niet. Mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Wat een bullshit aflevering. Waar heb ik naar gekeken? Alleen maar leugens. Mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. De Groundy. We leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. We leven net een film. We leven net een film. Ik heb geen time. Altijd kan ik chillen.